De 37-jarige man, die vorig jaar oktober vier mensen neerschoot in de Papengang, moet 13 jaar en 4 maanden de cel in. Onder de slachtoffers waren drie onschuldige voorbijgangers, die raakten licht gewond. Het doelwit hield een dwarslezie aan de schietpartij over. De officier van justitie had 10 jaar cel geëist. Maar het gerechtshof vindt de man dusdanig gevaarlijk dat hij de maximumstraf kreeg. Een tweede verdachte werd vrijgesproken. De hoofdvestiging van de Noordelijke Regio van de Nationale Politie komt, zoals verwacht, in Groningen. De politie wordt gereorganiseerd en gaat van 25 regio's naar 10 eenheden. De drie Noordelijke Provincies vormen één eenheid. Op de hoofdvestiging in Groningen komen voornamelijk de staf en ondersteunende diensten. Ook kreeg Groningen de hoofdvestiging van het Openbaar Ministerie van het Noorden toegewezen.